welkom Thijs. Goed dat je er bent. Ja. Zeker. Jij bent dus een... Ja, tuurlijk. Ja, toch? Je bent dus een model. En je hebt gevoetbald. Ja. Ook realityster. Ook aan mij gedaan, ja, zeker. En je organiseert feest. Ja. We wisten wel vroeg te komen, hè? Ik had dus vandaag gedroomd over een dag met Dunk. Dat hij achter me aan zat omdat ik al zijn geld had gestolen. Je zit kloot, hè? Hij doorliep de jeugdopleiding van Twente, debuteerde met Jong Twente in de Eerste Divisie, ging naar Almere en maakte zijn eredivisiedebuut bij de Graafschap. Dat is een groot contrast met dit leven. Want tegenwoordig verdient de Hardenbergen zijn geld met modellenwerk voor Instagram. Okay. Klopt. Elke zaterdag in de superclub. En daarnaast heb ik ook heel veel feesten in de Jimmy Woo gedaan. Ja. In de Social Club en in Rotterdam in Club Munch. En we waren eigenlijk aan het uitbreiden naar het buitenland. Ja. Maar ja, toen kwam corona en eigenlijk sindsdien eventjes on hold, maar we zijn weer bezig. We hebben nu een brunch en dat gaat heel goed. Oké, goed bezig. Ja, toch? Ja. Ja. Waar kijk je naar uit als je wakker wordt? Goeie vraag. Ik denk eigenlijk naar de hele dag. Simpel gezegd, begin mijn dag, zeg maar. Het is een beetje altijd kijken waar ik ga beginnen, zeg maar. Maar ik wil altijd heel graag sporten in het begin. Zodat ik een beetje energie krijg. Want ik krijg op een of andere manier juist energie van sporten. Ja. In plaats van dat het me energie kost. En dan ga ik eigenlijk de hele dag door. En elke dag is bij mij anders. Dus ik vind het altijd heel leuk dat ik heel verschillende soorten werk heb. En ik vind het heel leuk dat dat zeg maar elke dag weer anders is. En dat ik eigenlijk een soort van elke dag weer verrast word. Dus eigenlijk vind ik dat het leukst, denk ik. Dus als ik wakker word, denk ik van ja, wat gaat me vandaag weer brengen waar ik wil zijn, zeg maar. Oké. Ja. Oké, okay, leuk. Nice. Ja. Hoe laat je aan mensen zien dat je ze belangrijk vindt? Hoe laat je aan mensen zien dat je ze belangrijk vindt? Nou ja, sowieso dat ze vaak langskomen bij mijn huis. Dat ik gewoon zeg van kom even een bakje koffie doen met mij. Of ik kom even bij jou langs, even kijken hoe het gaat. Dat doe ik wel veel. Nou, zoals ik zei, ik ben best wel druk. Dus ik vlieg van rechts naar links, van voor naar achter. Ik ga overal heen, zeg maar. En als ik dan tussen neus en lippen een beetje tijd vrij heb om dan even langs te gaan. Dat is eigenlijk, denk ik, dat doe ik eigenlijk alleen maar bij mijn beste vrienden. Dus ja, op het moment dat ik langs iemand ga om te zeggen van joh, kom even een bakje koffie doen. We gaan even het leuks doen. Of kom naar mijn feest toe en ik zet je gratis op de lijst. Dat soort dingen. Dat doe ik wel bij de mensen die ik echt belangrijk vind. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Van links naar rechts, van links naar achter. Precies. Nice. Precies. Wat is het eerste wat je zou doen als je de baas van de hele wereld bent? Wat is het eerste wat je zou doen als je de baas van de hele wereld was? Poeh, nou, heel simpel zou ik, nou, misschien een beetje cliché, maar wel alle armoede uit de wereld helpen. Dat is wel echt het eerste wat ik zou doen, denk ik. Want er is genoeg geld om iedereen gewoon geld te geven om te kunnen leven. En dat gebeurt nu niet, dus daar ben ik wel, dat zal wel een van de eerste dingen zijn, denk ik. Ja, dan zijn gewoon, als je de baas bent of als je ook echt, zeg maar, alles kan. Want anders dan zou ik ook alle ziektes uit de wereld helpen, natuurlijk. Ja. Maar als je de baas bent, ja, ik denk sowieso eerst armoede eruit. Ik denk ook dat je alle dingen die nu fout gaan, dus dan heb ik het echt over wat je nu ook ziet met racisme en al die dingen. Als ik dat mocht beslissen, had ik al direct gezegd van jongens, even normaal doen met z'n allen. Weet je, het is helemaal, het vliegt helemaal de pannen uit. Ja. En we moeten gewoon even allemaal chill doen, even allemaal normaal doen, even een keertje nadenken voordat we wat zeggen. Dat zou ik als eerste zeggen, denk ik. Okay. Net als Max Zwarte Piet, er is ook racisme. Ja, precies. Met smink. Ja, nou dan doen we toch gewoon lekker Witte Piet. Maakt het nog uit. Of Kleuren Piet. Ja, maakt toch niks uit. Ja. Kleuren Piet, Witte Piet, Gele Piet, Paarse Piet. Maakt toch niks uit. Ja. Alleen, kijk, mijn vader zegt dat Sinterklaas niet bestaat. Ja, zegt hij dat? Ja. Nou, oh, misschien is dat ook wel zo dan. Dan komt hij. Dat is hij. Leuk grap. Ja, leuk grap, ja. Hoe vind je het allerleukste aan je werk? Nou, eigenlijk die verscheidenheid. Dus dat ik zeg maar elke dag wat anders doe. En wat het ook echt is, en vooral met mijn feesten merk ik dat heel erg. Ik doe natuurlijk, zoals ik zei, een beetje verschillende dingen. Ja. Maar met mijn feesten vind ik bijvoorbeeld heel erg leuk dat mensen naar huis gaan met een glimlach. En die heb ik voor hun geregeld. Ja. Weet je, ik heb ervoor gezorgd dat zij een leuke avond hebben.
voor gezorgd dat zij leuke muziek hebben gehoord. Dat zij met hun vrienden een herinnering hebben. Want ja, iedereen weet als je een keertje uitgaat, dat dat een beetje de dingen zijn die bij je blijven. Van hé, ik was toen met mijn vrienden, heb ik een leuke tijd gehad. En dat voorzie ik, zeg maar, voorziening voor alle mensen. En dat is waar ik voor mijn feesten heel erg leuk vind. Met modellenwerk vind ik het heel erg leuk dat er vanuit niks iets wordt gemaakt. Dus je begint aan de dag en je staat daar en er is nog helemaal niks. Ja. En dan begin je en op een gegeven moment bouw je naar iets toe. En op een gegeven moment, bam, is dat het plaatje wat je wilde hebben. En dan heb je iets gecreëerd vanuit het niets. En dat vind ik dan ook heel interessant. Ja. En ja, ik heb net een restaurant geopend. Barouche heet het. En dat zit in de Superclub ook. En daar komen ook mensen met een glimlach weer de deur uit. Omdat ik ze een soort van show geef en een beetje de leuke dingen laat zien op de dag zelf. Ja. En ze eten lekker en dan gaan ze naar huis, zeggen ze dankjewel. En weet je, dan heb ik een goed gevoel van ik heb het voor hun leuk gemaakt. Niet voor mezelf, maar voor hun. En daar krijg ik weer energie van. Ja, nice. Ja. Dat is mooi toch? Ja. Het enige wat we nog kunnen doen is pizza bestellen. Wil je pizza bestellen? Oh, oké, hier. Hier, bestel maar. Ga maar bestellen. Ja. Kom maar. Ik wil graag die pizza's. En dat was het. Doei. Daar komt ie. Yes. 5 minuten. Is hij er? Ja. Is er één van je graag zelf aan wil veranderen? Zoals zelf qua gedrag of... Ja. Ik denk dat ik ietsjes langer zou willen zijn. Als ik zou mogen kiezen. Ik ben nu 1,83. Ik denk dat ik iets van 1,89 had willen zijn. 6 centimeter langer. Was net voor modellenwerk even iets beter geweest. Dan werd ik wat vaker geboekt. Ik word nu altijd net op het randje niet geboekt. Of net op het randje wel geboekt. En voor de commerciële merken maakt het niet uit hoe lang je bent. Maar als je zeg maar echt catwalks en dat soort dingen wil gaan doen. Dan moet je gewoon langer zijn en wat dunner. En dat ben ik niet. Nee. Dus als ik dan echt zou mogen kiezen. Dan zou ik denk ik ietsjes langer willen zijn. Okay. Is de pizza er al? Hij is onderweg. Die komt eraan. Okay. Je hebt hem net besteld, hè? Hij moet nog in de oven. Ja. Wat is de reden dat je was gestopt met je voetbalcarrière? Nou, eigenlijk heel simpel gezegd, ik had een hele zware beenbreuk. En dat was dit been. En die was op 2 plekken gebroken. Ja. Mijn scheenbeen en mijn kuitbeen. En toen heb ik daar 9 maanden voor gerevalideerd. En toen kwam ik terug. Toen heb ik nog 2 wedstrijden gespeeld. En ik merkte gewoon aan mezelf dat ik gewoon niet meer de oude Thijs was. En ik moest zoveel harder trainen om een beetje weer op niveau te komen. En de trainers zagen dat ook. Mijn contract liep af. Een andere club was ook niet echt, stond ook niet in de rij voor mij, omdat ik 9 maanden geblesseerd was geweest. Ja. En het was echt direct daarna. Dus ja, wie gaat de geblesseerde speler aannemen? Dat doet gewoon niemand. Dus ik heb een beetje lopen trainen overal, met andere clubs meegedaan. Steeds weer complicaties aan mijn knie. En toen dacht ik van ja, weet je, het is een keertje goed geweest. Ik heb het 1,5 jaar lang nog gedaan. Echt elke dag trainen met Dordrecht, met Telstar, met allemaal clubs. Elke dag gedaan. Superveel geïnvesteerd in mezelf. En op een gegeven moment werkte het gewoon niet meer. Toen dacht ik, ja, ik ga ook niet voor bij wijze van spreken 800 euro in de maand voetballen. Want dan kan ik beter gewoon gaan werken. Ja. En toen heb ik eigenlijk een switch gemaakt. Oké. Ja. Mooi man. Ja man, ja. Heb je nu nog pijn? Nu niet, maar van mijn kruisband wel. En dat is weer later gebeurd. Is dit je kruisband? Kruisband zit hier bij jou. Daar, in de knie. Ja. Ja. Die was bij mij gescheurd toen ik met vrienden ging voetballen. Is dat een mondje? Nee, is geen mondje. Is een pees, is het. Ja. Is dat zo? Zit hier binnen. Ja. Het is heel klein zo. Je kan het niet goed zien, nee. Het is heel klein. Ja. Ja. Ja, die was toen gescheurd toen ik even met vrienden ging voetballen. Ja. En toen dacht ik helemaal van, jongens, voetbal is gewoon niet voor mijn lichaam gemaakt. Ja. Het is gewoon, na die blessure heb ik alleen maar problemen met mijn knie gehad en met mijn enkel en met, toen dacht ik, het is goed geweest. Ja. Nou, voor mij wel, voor mijn leven. Ja, maar jij hebt nog een heel leven voor je. Ja. Jij mag nog, je kan nog profvoetballer worden als je wil. Ik kan het niet meer, denk ik. Ja, maar ik zit kindervoetbal. Dus als je dan pijn hebt, dan gaan ze je gelijk helpen. Ja, precies. Maar dan profvoetballen, dan gaan ze je niet helpen. Dan zeggen ze, hier, zoek het maar uit, zeggen ze dan. Ja. Ja. En bij kindervoetbal zeggen ze dat niet. Nee, precies. Maar jij hebt ook minder snel pijn. Want jij bent nog flexibel en ik ben minder flexibel geworden. Ik heb nu ook een wondje. Ja. Maar wat jij nu doet met je knie, dat kan ik al niet meer met mijn knie. Dat zit helemaal vast. Ik kan een klein beetje hoog houden, een heel klein beetje. Ja. En hoe ging het in Duitsland bij Osnabrück? Ik was toen 19 jaar. Toen werd ik. Toen zou ik eigenlijk de Eredivisie ingaan bij ADO Den Haag.
Maar door allemaal rare dingetjes wat er bij Twente was gebeurd. Op een gegeven moment ging dat niet door. Toen zei iemand van ja, maar ik wil wel gewoon... Ik zei zelf, ik wil het profvoetbal in. En ik wilde niet in de tweede van Twente blijven. Ja. Toen zei ik van, dan ga ik naar Duitsland. Want het was een club in Duitsland die interesse in me had. En toen heb ik me een jaar laten verhuren. En toen heb ik daar een jaar gespeeld. Ook weer zwaar geblesseerd geraakt. En ook na 8 wedstrijden al. Toen raakte ik... Dan heb ik 10 wedstrijden gemist. Toen kwam ik weer terug. Raakte ik weer geblesseerd. Ja. Kwam ik weer terug. Toen speelde ik een slechte wedstrijd. Toen zat ik op de bank. Een ruzie met de trainer. Nou, je weet hoe het gaat. En op een gegeven moment ben ik weer teruggegaan naar Twente. Maar Duitsland heeft wel, zeg maar, mij een soort van gevormd als persoon. Want ik was 20 jaar oud. Ik ging voor het eerst op mezelf. Ja. En eigenlijk heeft dat een soort van... Ik heb echt een soort van een spiegel voor mezelf voorgehouden van... Zo ben jij. Dit moet je goed doen en dit moet je fout doen. Om jezelf, zeg maar, nog beter te kunnen zien. En je had een soort van boost. Exact. Ja, zeker. Ja. Ik kwam mezelf echt tegen. Ja. Gewoon dat ik heel eigenwijs was en ben ik nog steeds wel, maar wel echt minder dan ik toe was. Gewoon dingen dat ik op mezelf wilde gaan zijn en hoe dat dan zou zijn. En dan woon je voor het eerst in Duitsland, je spreekt de taal niet. Hoe ga je dat regelen? Ja. Ik was de enige buitenlander. Ik was de Nederlander die in Duitsland voetbalde en iedereen was Duits. Ja. Dus op een gegeven moment moest ik het mezelf gewoon gaan aanleren en ik moest het gaan fixen. En nu spreek ik vloeiend Duits. Oh. Omdat ik het gewoon, ik wilde het gewoon. Ik werd er helemaal gek van. Ja. Oké. Okay. Kan je een klein beetje Duits voor ons? Wenn du das willst, mag ich das für dich. En wat betekent dat? Als jij dat wil, doe ik dat voor jou. Oh, oké. Okay. Ja. Klinkt een beetje als Nederlands, heel klein beetje. Het is heel Man zacht. Man is dish. Hè? Man is dish. Ik jij ook. Wil je wat leren? Wil je wat Duits leren? Ja. Haus. Dit is een huis is haus. Dus wir sind jetzt in meinem Haus. We zijn jetzt in mijn huis. Ja. We zijn nu in mijn huis, denk ik. Ja. Oké, okay, nice. This is my room too. Dat is Engels, hè? Dit is Engels. Dat is Engels. Ja. Je hebt meegedaan aan Love Island. Ja. En wat was de reden dat je daaraan hebt meegedaan? Nou ja, heel simpel gezegd, ik had heel, heel makkelijk van, waarom zou ik niet meedoen, weet je wel? Mm. Ik bedoel, ja, als ik daarheen ga en ik vind de liefde van mijn leven mooi meegenomen, stel ik ga daarheen en ik kom met niks naar huis, dan is er ook geen man overboord. Want in Nederland, ik bedoel, gebeurt het ook niet. Dus ja, ik denk, ja, dan kan ik gewoon even daarheen gaan, zie ik het wel. Ja. En ik doe gewoon mee en dan... Heel simpel, als het goed zou gaan, dan ging het goed. En als het slecht ging, dan ging het slecht. En dat was eigenlijk gewoon heel simpel gezegd de reden. Ik dacht, ja, ik doe gewoon mee. Ja. Maar ze hadden me al heel vaak ook voor Temptation gevraagd en voor Ex on the Beach. En dat past helemaal niet bij mij. Ja. Dus daar heb ik gewoon direct nee tegen gezegd. Ja. Dat hebben ze me 6 jaar op rij gevraagd. En toen kwam er iets op de televisie dat ik dacht, ah, dit is gewoon ietsjes normaler. Weet je, het gaat niet alleen maar over negatieve dingen met... exen en ruzies en vreemdgaan en weet ik, dit gaat gewoon over liefde en that's it. Ja. En toen dacht ik, daar wil ik wel mee doen. Bij Ex on the Beach heb je heel veel meiden. Ja, daar heb je veel meiden, ja. Maar ook heel veel ruzie. Ja, klopt. En, daar heb je niet voor zin in. Nee. Jij bent niet zo ruzie, meneer. Nee, ik heb eigenlijk nooit ruzie, nee. Dat klopt, ja, dat ik ben geen ruzie, meneer. Ja. Goeie. En was het uiteindelijk goed afgelopen met bij Love Island, dat je uiteindelijk een meisje leren kennen? Ja, ik had Lisa leren kennen en ja, het leek eigenlijk allemaal wel leuk. Totdat ik in Nederland eigenlijk kwam en ik gewoon merkte dat het niet werkte. Ik werd gewoon niet verliefd. Dus heel simpel, kijk, ik kan het niet forceren. Dus ik kwam in Nederland en ik werd gewoon niet verliefd. Ja. Verder is het eigenlijk ook niet en we zijn ook gewoon prima, maar houd het op een gegeven moment op, hè. Ja. Zou je een keer willen meedoen aan een reality-programma? Nou, ik weet niet. Ligt een beetje aan wat voor programma het is. Zoiets als een Gouden Kooi of zo. Of Utopia. Nou, ik weet het niet. Ligt heel erg aan het concept. Ligt heel erg aan eigenlijk alles van het programma. En, ik vond het heel leuk. Ik kijk er helemaal niet slecht op terug. Ja. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Blij dat ik het gedaan heb. Maar... als ik ooit nog een keertje mee zou willen doen met een programma, moet dat wel echt een programma zijn dat weer echt bij mij past. En dat zijn bijvoorbeeld een Ex on the Beach en een Temptation niet. Ja, oké. Okay. Dus als zij mij weer zouden vragen, zou ik zeggen, nee, sorry. Zeg ik gewoon van nee. Gaat het niet worden. Heb ik nieuw kijken? Ja. Zou hem even bijpakken?
Die hebben we vandaag meegenomen. Ja. De nieuwe trouwe fan. Ja, de fan van ons. Die is echt fan van ons ook. Ja. Die kijkt altijd naar onze afleveringen, toch? Met jou? Ja. Ja. Nice. Die is heel populair. En, ik hoop dat jullie ook mond populair. Ja. Nou, bedankt voor je tijd. We hebben nog iets leuks. Oké. Okay. Een shirt uitloten. Van ons. Van G&G.nl. Kijk, die kan je even vasthouden. Zeker. En dan gaan we die uitloten aan een van jullie. Ja. Dus wat moeten ze doen? Abonneren, op een belletje klikken, duimpje omhoog en en dat gewoon. En dus zien we reageer in de comments. En dan kan jij misschien kans maken op deze toffe shirt. Sneller. Namens... Tijd. We zien jullie sneller bij de volgende video. Ciao, ciao. Bedankt voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, abonneer dan even op ons YouTube-kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Elke zondag om 3:00. Ciao, ciao.